Wist je dat elke eigenaar van een nieuwe auto in Nederland 45 euro aan recyclingbijdrage betaalt? Dat is goed nieuws voor ons, want dat zorgt ervoor dat wij weer een nieuwe aflevering van Raad het Wrak kunnen opnemen. En terwijl Corné zijn ding aan het doen is, gaan wij even kijken wat de oplossing van de vorige aflevering is. Er komt er straks een nieuwe uit. Soms is een gecrashte of een uitgebrande auto ook een bewijs van een persoonlijke tragedie. En dat is wel het geval bij deze Seat Ibiza 5-deurs uit 2010. Want hij is afgebrand, dat mag duidelijk zijn, maar achterin ligt ook een kinderzitje. Dus dat is niet heel erg goed gegaan. En voor Nijntje was het ook niet heel gezellig. Hoe dan ook, de mensen hebben het overleefd, maar dit is dus de oplossing van de vorige week. Ja, de Prius is straks aan de beurt, maar hier ligt de opgave van deze week voor ons klaar. En dan kan je één ding verklappen, dit is geen Toyota Prius. Nee, ik ga ook niet verklappen wat het wel is, want dat is aan jullie. Je krijgt straks 30 seconden de tijd om te achterhalen welk wrak hier ligt. Merk, type, bouwjaar, ga zo maar door. In 3, 2, 1, raad het wrak. Geef toe, hij was niet makkelijk hè, deze keer. Ik geef je nog één hintje. Deze auto had een 5-versnellingsbak. En met die kennis laat ik je achter en raad ik je aan om jouw keuze onder deze video te zetten in de comments. Dan halen wij de winnaar eruit die 50 euro mag besteden bij 123autoparts.nl. Dan dank ik je voor de rest heel erg voor het kijken. En dan zie ik je graag bij het volgende wrak. Corné, hij mag mee!